Hallo, beste volgers en kijkers van Arthur Kookt. Heel erg leuk dat jullie weer kijken naar een splitsnieuwe video van Arthur Kookt. Zoals ik jullie gisteren allemaal al een beetje heb uitgelegd, ga ik jullie de komende periode meenemen op een ontdekkingsreis door de moestuin van Arthur Kookt. En laat ik jullie mijn ups en downs zien. Maar ook laat ik jullie zien hoe een spergiebonenzaadje van ups, van helemaal niks, naar ja, een hele grote plantje wordt en dan uiteindelijk een spersiebonen uitkomt. Dat ga ik jullie laten zien. Gisteren heb ik laten zien al een beetje hoe dat beter eruit ziet, dat proces. En vandaag gaan we even kijken of er wel wat veranderd is. Dus kijk even mee. We lopen even naar mijn vensterbank. En we kijken even naar de vensterbank. Zoals je kunt zien heb ik er twee staan. Dan pak ik er eentje even uit. Dan gaan we even kijken. En zoals je kunt zien, zit er best wel veel waterdampen op. Dat is heel goed. Dat betekent dat er condens zit en dat het dus werkt en dat ze leven. Nou, hoe komt dat nou? Dat komt omdat dat Chinese bakje, dat is gewoon eigenlijk warmtebron binnenin. Dus op het moment dat je de deksel erop doet, dan blijft het eten warm, maar ook andere dingen blijven warm. En ook onder andere dus zo'n moestuin. Dus ook de moestuin met de aarde en zo. En het zaadje wordt dan warm en dan komt het kan het rustig ontkiemen. Nou, ongeveer duurt het ontkiemen ongeveer een week nadat je het hebt gezaaid. Dus als je het op donderdag hebt gezaaid, dan kun je die donderdag erop. Dan zie je ongeveer al wel een beetje gelijkenissen. Dus dan zie je al wel een beetje gelijkenissen en zie je ook wel langzaamaan een klein groen spritje opkomen. En dan betekent het dat het echte proces in werking gaat en dat het opkomt. Superleuk. En dat ga ik jullie allemaal laten volgen. Nou, ga ik even kijken in mijn eigen tuin. Dus kom allemaal mee. Kijk allemaal mee naar mijn tuintje. En dan laat ik jullie zien hoe het daarvoor staat en wat ik daar heb staan. En nogmaals, vergeet je even geen duimpje hier te doen, hieronder even een duimpje omhoog te doen. Abonneer je even op mijn YouTube kanaal, Arthur Kookt. Reageer even onderaan de comments wat je van deze video vond. En wat je van andere video's vindt eventueel. En volg me ook nog even op Instagram, @arthurkookt. Dankjewel. Hoi, ik sta nu in mijn tuintje. Hier heb ik een tuintje. En ik heb aan de andere kant heb ik een tuintje. Daar ben ik heel blij mee. En ik ga jullie nu laten zien wat ik daar allemaal in heb staan. Dus kijk maar mee. Om te beginnen zien jullie daar aardbeienplantjes. Aardbeienplantjes zijn hele goede planten die je gewoon in een pot kan zetten. En die komen elk jaar weer nieuwe aardbeien op, zeg maar, op de planten ook. Want elk aardbeienplant geeft dan weer nieuwe stekjes. En die stekjes die kun je dan weer overpotten in een andere pot. En die geeft dan ook weer aardbeien. En zo kun je dus elk jaar nieuwe aardbeien. Mijn tip is wel om het om de 2 jaar toch echt wel nieuwe aardbeienplanten te kopen. Dat is mijn tip, maar je mag het ook gewoon zo doen zoals ik net zei. Met het verstekken en dan is het ook goed. Dan zien we hier, gaan we doorlopen. Dan gaan we kijken. Hier zie je een tomatenplantje, dat is hier. Ik ben daar heel blij mee. Deze planten zijn heel mooi. Het zijn vleestomaten, zoals je op het bordje kunt zien. En deze heb ik het zaadje, twee zaadjes heb ik in de grond gedaan. En deze zijn uitgekomen. En die kunnen langzaamaan ontkiemen. Nou, hoe kun je zien dat de tomatenplant zich omgaat? Nou, heel makkelijk. Zoom even in. Je ziet het aan de blaadjes en aan de zijkant. Dan zie je dat dit wat roze-roodachtig is. En als ik dan even omgaat eruit haal. Dat is hier zo. Dan zie je dat hij wat groener is. En dat is eigenlijk wel een beetje dat het onkruid is en geen tomatenplant. Zo kan je het eigenlijk herkennen. Maar zo'n bordje is heel handig. Want dan zie je dus wat het is en dan weet je ook precies ongeveer waar het hebt gezaaid en waar het water moet geven. Nou, dat zijn dus de tomatenplantjes. Hier heb ik een courgetteplantje. Die heb ik nog niet. Maar ik heb er gisteren een courgettezaadje in gedaan. En die gaat langzaamaan, kan hij ontkiemen. Ook ongeveer, dat duurt ongeveer een week. Net iets langer, omdat hij vanaf eenmaal vanaf buiten en de volle grond moet komen. En het kan soms iets langer duren dan wanneer het binnen kweekt in een pakje voor pekjes. Nou, dan gaan we nog even hierheen kijken. Hier hebben we courgette rond.
staan bordje. Dat is dit. Dit is courgette rond. Courgette rond is eigenlijk gewoon een courgette, maar dan een ronde vorm. En het leuke van deze courgette is dat je ziet dat ze eigenlijk de knopjes al aankomen. En daar komt dan een bloem uit. En die bloem wordt bestuift door een bij. En dan komt er een courgette aan. Dat doet nog wel eventjes. Maar ook dat gezegd laat ik jullie zien. En nu zien jullie hier ook een plant. En die lijkt heel erg op de tomatenplant. Ik haal hem even uit. Maar het voordeel van dit, deze plant, is dat het net geen tomatenplant is. Omdat hij een andere vorm heeft. En hij heeft iets meer wortels. En de bladeren zien er ook net iets anders uit. Kijk maar. Dus, soms kun je vaak een schil niet zien, maar dan kun je vaak internet zoeken. Hier lopen, aan de andere kant lopen. Hier heb ik aubergine gezet. Zie je daar dat potje aubergine? Daar ben ik heel blij mee. Het eerste keer dat ik het ga proberen, dus ik ben benieuwd of het gaat lukken. Maar ik heb alle hoop dat het wel gaat lukken. En hier heb ik ook nog een aubergine. Dat is wel heel fijn. En een bordje is altijd handig. Dan heb ik hier een bordje trostomaten. Nou, dan weet ik dus dat het trostomaten zijn. Ik ben er heel blij mee. Alleen, hij is een beetje nat geregend. En hij is ook een beetje geknakt. En dat komt dan door de harde wind van de afgelopen week die is geweest. Dat duurt altijd even voordat het, dan weer hersteld wordt. En soms kan je het niet meer helaas herstellen. En dan moet je helaas opgeven. Maar voorlopig geef ik nog niet op. En wind de aanhouden hoop ik. De opgeven is geen optie. Dan gaan we doorlopen. Nou, dit was leuk. Ik hoop dat jullie mijn tuin nu gezien hebben. En nu ga ik eventjes de andere tuin laten zien. Tot zo. Hoi, ik zit nu in de algemene tuin van de woongroepbaan gewoon. Ik stap nu met een grote stap naar buiten. Tuintafel staat er. En we gaan nu laten zien dat daar zijn aardbeienplantjes staan in de mand. Ga ik je nu laten zien. Ben ik heel blij mee. Je ziet al een paar kleine aardbeien aankomen. Hier wordt verbouwd, dus daar letten we dan niet op. Gaan we nu even verder kijken, want zoals je goed kunt zien, zie je hier een bak staan. Hier zijn twee plantjes, groene plantjes. Ik zoom even wat in. Dat zijn sperziebonenzaadjes die ik erin heb gezaaid. Die komen langzaamaan op, daar ben ik heel blij mee. En ik ga jullie nu de andere kant van de tuin laten zien. Dus kijk maar mee. Dit zijn courgette rond. En het is heel leuk, want je ziet hier eigenlijk al een bloem. En die bloem komt dan, wordt dan bestuift en dan komt er echt een courgette aan. Dus dat is leuk, dat kun je ook zien. Dit is een beetje een bruin groenig blad. Dat komt omdat het heel hard geregend heeft. En dan ineens heel veel zon. En dan gaat het verbranden. Op zich is dat niet heel erg. Dat betekent niet dat hij dood is. Maar je moet er wel even op letten dat de zonblazen er gewoon afhaalt dan. Dus dat ga ik dan nu doen. Hier zie je dat dus eigenlijk ook. Het is eigenlijk heel belangrijk om ze er dan even af te halen. Want die zijn dan eigenlijk gewoon dood opgeschreven. En zo ga je eigenlijk je hele plant even na. Maar de meeste bladeren moeten gewoon blijven zitten. Want dat is gewoon goed. Je ziet hier zo'n bak. Het is ideaal voor op het balkon. Het enige nadeel van deze bak is dat als het heel hard regent, dat het dan gelijk zo'n modderpoel wordt. Vaak hebben we op het balkon een afdakje, dus is dat, heb je dat probleem tenminste niet. Hier heb je een gewone courgetteplant. Dat is een rechte, toerecht aan courgetteplant. En ook die gaat weer goed. En ook daar zie je weer bloemetjes en knopjes aankomen. Dus ik ga het ook doen. Altijd wel even goed blijven kijken of alles een beetje loopt. Zoals het moet lopen. Hier zie je allemaal gaatjes in. Ook dat is niet erg, dat is gewoon aangevreten. Zolang ze maar niet aan jouw binnenste plant komen, dan is het helemaal goed aan de binnenkant van de plant. Dan gaan we even kijken naar de kruiden. Hier hebben we kruiden. Dit is bieslook. En dit is salie uit mijn hoofd, ja. Ik ben er heel blij mee. En je kunt gewoon elk moment plukken en dat groeit gewoon ook opnieuw weer aan. Dus daar heb je verder ook niet zo heel veel aan te doen, dat is heel fijn. Zien we hier de tuin. En tuin is ook heel goed. De roze tuin is ook heel goed. En deze plant is ook gewoon weer opnieuw
Nou, rozemarijn. Dit is rozemarijn, sorry. En rozemarijn is eigenlijk een hele goede plant. Zet je in de pot neer en je hebt eigenlijk niet zoveel meer nodig. En het groeit ook weer opnieuw op. Dit is een basilicumplant. Die is op een gegeven moment op. En dan moet je ook weer een nieuwe erin zetten. En dat is gewoon helaas zo. Het is maar een eenjarige plant. Dan zien we hier een tomatenplant. Deze tomatenplant, een zere tomatenplant. Ik ben er heel blij mee ook. En je ziet hier eigenlijk al een klein geel bloemetje. Dat moet bestuurd worden, net als die andere plantjes, door een bij. En dan komt dat helemaal goed. En hier zie je ook al een klein beginnetje al. En dit zijn spergieboomplantjes. Helaas nog niet zoals ik gewenst had. Maar dat gaat nog wel komen, want opgeven is geen optie. En ook hier zie je weer een bordje. Het belangrijkste wel bij een spergieboomplant of bij een tomatenplant is dat ze ergens tegenaan kunnen groeien. Dat vinden ze fijn. En in dit geval is dat dan een rekje, maar het kan ook een stokje zijn. Dan is dat fijn. Zien we hier. Zien we een leuke vogelschikker die ik van mijn oma heb gekregen. Dankjewel, lieve oma. Hier zie je allerlei plantjes. Dit zijn nog twee aardbeienplantjes. Gewoon in een pot blijven staan. En dan zie je een net. Het net heb ik omheen gespannen om te zorgen dat de vogels er niet bij kunnen. Bij de slaapplantjes. Dit is een kropslaapplantje. Dit is een slaapplantje. Dit is er weer een. Dit is er weer een. Nou, dan zie je allerlei plantjes. Hartstikke leuk. Dat is een heel fijn plantje. Dit is een ook een sla, maar dan losse sla. Die is fijn. Overigens staat ook een bordje bij. De prei komt helaas op. Dat is niet gelukt. Dat denk ik nu al. Maar de uien zijn het langwerpige dingen. Die komen ook gewoon op en die gaan het ook gewoon doen. Waarom is het wel om die onkruid te laten wieden. Dat moet gewoon gebeuren. En hier zie jij ook een rekje staan. En wat stokken gaan staan of recht staan, dat maakt niet uit. En, die zit dan, en de tomatenplant kan er dan aangroeien. En er zit ook weer zo'n stokje bij, dat het klemmetje bij, dat het kan klemmen. En zo kan het rustig gaan groeien. En zon en de tomaten hebben wel veel zon nodig en de planten ook. Dus er staat nu iets in de schaduw, maar daar gaat verandering in komen. En dat laat ik jullie dan eventjes niet zien. Nou ja, dan was dit even de tuin. Dankjewel. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze kookvideo. Ik ben er heel blij mee. Leuk dat jullie gekeken hebben. Ik ben er heel blij mee. Vandaag heb ik jullie laten zien hoe mijn tuin er eigenlijk uitziet. En een update gegeven over hoe de planten gaan. Wat tips en trucs kunnen geven tussendoor. Ik hoop dat jullie wat aan hebben. Ik hoop dat jullie ook volgende keer misschien wel mezelf moest gaan beginnen. Doe even een duimpje omhoog. Reageer even onder in de comments. Abonneer je even op mijn YouTube kanaal Arthur Kookt. En op mijn Insta. En volg mij even op Instagram, @ArthurKookt. En zou ik zeggen, hou doe en tot de volgende kookvideo van Arthur Kookt. Of een moestuinvideo van Arthur Kookt. Doei!